Dit is een belangrijke rit, jongens. Eric Flame zet daar de kap op. Hij gaat zo direct rijden in de binnenbaan. Flame heeft 1.14.18 achter zijn naam staan als snelste 1000 meter. En verbaast de afgelopen weken het internationale gezelschap zeer. En dat zou hij ook wel eens nu kunnen doen. Hij rijdt tegen de man die we zo direct in beeld krijgen. Een beetje de trots van Nederland tijdens deze Olympische Spelen. De man start in de buitenbaan en heet Jan Ikema. Nog even dat ding omdoen, Jan, dat hoort er nou eenmaal bij. Jan heeft brutaal gezegd dat die 1000 meter wel iets voor hem zal zijn. Zijn snelste tijd 1.14.24. Nou, hij weet wat hij nu moet doen. Hij moet dus 1.3 seconden onder zijn persoonlijk record rijden om hier in de medailles te gaan vallen. Spanning. Nog meer spanning. Die neemt Ikema voor zijn rekening. Eén valse start voor Ikema. En dat tongetje. Kijk, Ikema nu met die handen van wat gebeurt er. Flame heeft altijd tijd nodig voor zijn start. Ja, hij moest even inhouden. Het was niet de beste concentratie die je kan wensen voor een start. Flame komt snel onder Ikema door. Schrik u daar niet van, want dat kan die Amerikaan heel goed. En hij pakt Flame een meter of twee, denk ik. Hier is de opening van Eric Flame in 17.02. Jan daar 13e achter. Even moeilijk door die bocht. Buitenbeen even moeilijk door. Nu moet hij klappen gaan geven. Dan kijken hoe hij die binnenbocht doorkomt. Duwend. En hij gaat naast Flame komen. Bij de bocht van Jan. Hij heeft nog... Oh. Ja, dank u. Afgelopen. 44.39. Het is opvallen, opstaan. En hier ligt de zilveren medaillewinnaar op de 500 meter. En dit verhaal is in ieder geval uit. Hij zag dat hij te ver achter kwam. Forceerde waarschijnlijk. En nu ik dacht dat hij op een blokje trapte, maar bij het uitkomen van die hele wijde bocht. Dat zou kunnen, dat gaan we zo direct in de herhaling terugzien. Hupsie. Dat is ook niet de beste manier om een bocht te lopen. Als hij dat nou eens wel gedaan had, dan moet je kijken waar hij dan uitkomt. 1.13.53 met een slotronde van 29.1. 1.13.53. Ikema rijdt niet uit. Ikema is naar de binnenbaan toe gegaan en zijn coach, Abby Bleker, is daar. En Flame, die schopt van boosheid. Want inderdaad, hij weet dat als hij die laatste bocht goed is doorgekomen, dan was hij echt heel dicht in de buurt gekomen. Het is een 1000 meter met hindernissen, mag je zeggen hier. Hier komt Flame in ieder geval, daar komt Ikema. Tik, blokje. Goeie ogen, Heinze. Kijk, als je kan liplezen, dan weet je genoeg. Ja,